productieruimte gesloten. Wat? Dat kan niet. Wie heeft dat gedaan? Kolban projectontwikkelaars. Vanaf heden is dit gebouw gesloten. Kolban projectontwikkelaars bouwt hier een kantorencomplex. Shit. In verband met de sloop van dit gebouw. Sloop? Ze gaan ons repetitielokaal slopen. Ze zijn helemaal van de pot gerukt. Ah, kom op zeg. Zo erg is het niet. We kunnen toch altijd nog bij mijn garage repeteren? Ja? Ja, maar mijn ouders zijn toch op vakantie. Ja, maar als ze terug zijn van vakantie, dan schoppen ze ons er weer uit natuurlijk. Ja, waarschijnlijk wel. Het gaat maar om het principe. Ze gaan ons repetitielokaal slopen. Denk eens even na. Dit is een historisch gebouw, een monument in de muziekgeschiedenis. Doe maar heeft hier gerepeteerd. Wie heeft hier niet gerepeteerd? Ja, maar wat doet Doe maar nu? Niks. Maar daar gaat het niet om. Dit is dikke shit, jongens. Ja, doe niets opgefokt. Kom jij nog mee even zitten? Kan toch niet? Hé, hey, jongens, kom op. Nou, ik ben het er niet mee eens. Kom op. Dat zou wel aan mij liggen, maar ik begrijp eerlijk gezegd niet waarom jij zo nodig een schrijfbureautje moet hebben. Toen ik zo oud was als jij... Ja, opa, ik weet het al. Dat is het verhaal van hoe jij vroeger des winters met je blote voetjes in de klompjes door de natte sneeuw naar school moest lopen. En hoe je altijd je huiswerk moest maken op de rug van een koe met een krijt, omdat je geen geld had voor papier. Ja, het is goed dan, hè, met je. Maak het maar belachelijk. Maar niet iedereen kon zich vroeger de luxe permitteren die jij tegenwoordig zo vanzelfsprekend vindt. Opa, dat is geen luxe hoor. Ik studeer aan de universiteit. Dan mag ik toch wel een bureau hebben? Ja, pa, want het is wetenschappelijk bewezen dat huiswerk voor de universiteit 130% meer ruimte in beslag neemt dan huiswerk voor de middelbare school. Of bij Rick, want die heeft nooit zo'n huiswerk gemaakt, dus dat maakt niet uit. Hier, en Rick heeft wel een bureau en ik leg maar zo'n stomme rottafeltje. Ja. Nou jongens, hoef je mij toch niet zo aan te kijken? Als Anne een bureautje moet hebben, dan moet ze een bureautje hebben. Oké, opa, dankjewel. Geregeld. Waarom bedank je me nou? Nou, omdat je kleindochter jou net op slinkse wijze een bureautje afhandig heeft gemaakt. Hè? Oh, juist. Ja. Oh, nou ja, goed. Ik zal Harry wel eens vragen. Harry, zou je dat nou wel doen? Ja, natuurlijk, Harry. Die ruimt regelmatig zoldertjes op. Misschien weet hij nog een leuk bureautje te staan. Ja, maar die vraagt 30% vindersloon. En commissie voor de vindersloon en voor de verzekering van het vindersloon. Stop moet nou die toch, Harry. Je bent niet zo gek. Harry vraagt mij toch geen commissie. Ik vind het eigenlijk ook wel leuk om samen met jou op zoek te gaan. Ik moet toch nog zoeken voor die flat in Parijs. Waarom stropen we niet wat antiquairs af vanmiddag? Ja. Wie weet, vinden we wat? Dat lijkt me hartstikke leuk. Als je die antiquairs met een zekere autoriteit behandelt, anders halen ze je het vel over de neus. Zeg, nu wou ik even bij de ijskast. Anna zou je zo vriendelijk willen zijn. Nou hoor. Kom maar. Kom maar. Vert. Zo. En waar is de lamsbout van gisteravond? Die hebben die 200 toch niet? Nou ja, weet je hoe jij de koelkast open moet maken? Wat goed van jou, ja. Ja, wat enig, hè? Ja. En de broodtrommel. Ja, nou ja, bij wijze van spreken, alles is op. Zegt die arme Duus is al zo'n 10 kilo afgevallen sinds die honden ook zijn etensbak hier leeg. Maar verder blijven ze overal vanaf. Ja, dat is waar. De tegels zitten nog in de vloer, Harry. Misschien kun je die bakken voor het avondmaal. Ja, leuk, ja, ja. Maar het is toch ongelooflijk, hoor. Als die honden iets in hun kop hebben, dan moet het gebeuren ook. Het zijn net postduiven, hè? Waarom? Vinden de weg naar huis ook altijd terug. Ja. Zeg, Anna. Ja. Hoe lang blijven deze twee uit hun krachtige groeitekkels het huis nog terroriseren? Hé, pap, niet zo zeuren. Hun baasjes komen morgenavond weer terug, dus je bent er bijna vanaf. Ik zeur niet. Je weet dat ik je dochters poging om 's werelds dierenrijk te redden altijd heb gesteund. Nou, ik ook hoor, Anna. Ja, maar wij vragen ons alleen af waarom 's werelds dierenrijk in zijn geheel hier in huis moet. En dan ook nog van dergelijke gigantische apparaten. Opa, je weet toch dat hun baasjes vrienden van me zijn? Ja. En vroeger mocht ik altijd op hun ponies rijden. Dus ik vind, nou ja, dat is het minste wat ik voor hun terug kan doen, toch? Ja, ja. Hey! Harry! Wat heb jij lekker gerepeteerd, jongen? Kut. Oh. Dat lijkt me nee. Dat woord wil ik niet horen, Rick, dat weet je. Ja, opa. Wat is er gebeurd, Rick? Ze gaan ons repetitiegebouw slopen om op die plek een kantorencomplex neer te zetten. En niemand kan het wat schelen. Wim niet, Ivan niet, niemand niet. Hebben wij het hier over de repetitieruimte met het lekkende dak en de ratten als achtergrondkoor? Waar de stoppen altijd maar doorslaan en de centrale verwarming het nodig doet. De dump, zoals jij het altijd noemde.
Waar jullie moesten repeteren omdat Wim's moeder jullie niet meer in de garage wilde hebben. Opa, het gaat hier om een stuk geschiedenis. Begrijp dat dan toch? Geschiedenis? Rock'n'roll geschiedenis. Oh. Die plek heeft een waanzinnig belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van de Nederlandse rock'n'roll. Ja, je bedoelt zeker de ontwikkeling van de seks, drugs en langharig tuig. Dat als geëlektrocuteerde kangoeroes in de weer sprong. Nou, eens op, opa. Ik heb het over moderne culturele geschiedenis. Doe maar heeft er nog gerepeteerd. Doe maar. Wie? Doe maar. Doe maar, dat was een bekende popgroep. Oh. Doen die eigenlijk nog wat? Nee, niks meer, maar daar gaat het niet om. Jullie begrijpen er ook geen moer van. Jawel, wij begrijpen het best. Jij wil gewoon dat dat gebouw behouden blijft. Precies. Nou, Rick, als jij er zo mee zit, waarom ga je dan niet demonstreren? Demonstreren is niet altijd de oplossing voor alles, Anna, zoals de heren socialisten willen beweren. Oh, daar heb je hem weer, hoor. De ex-burgemeester van het mooie plaatsje Veren. Het enige wat hij van een demonstratie overhield, is dat hij de volgende dag precies wist wie die moest ontslaan. Heren, geen gekeken. En als wij geen vakbond hadden opgericht om te protesteren tegen het dictatoriale bewind van de kapitalisten, dan hadden we half zoveel weggelozen als we nu hebben. Ik snap jou niet. Jij zegt altijd dat ik me nooit interesseer voor iets anders dan mezelf. Nou ben ik eindelijk eens ergens bij betrokken en dan loop je nog steeds te mopperen. Ik loop helemaal niet te mopperen! Ik ben dolblij! Dat zie je toch? Ik begrijp alleen niet dat demonstreren hier de enige oplossing zou moeten zijn. Nou, opa, wat zou hij dan moeten doen? Een suggestie? Je moet ze daar pakken. Waar het meeste pijn doet. In de portemonnee. Boycott. Ik? Ja. Ja, dat is het. Ik koop geen kantoor in het complex dat ze aan het bouwen zijn. Ha, ik zal ze leren. Hey, Rick, nou ja, waarvoor is dat? Ga je naar een feestje of zo? Nee, ik volg jouw raad op. Mijn raad? Ik ga demonstreren. Vanavond gaat de beuk erin. Ik ga een boodschap spuiten op het gebouw. Hé, te gek, man. Wat voor boodschap? Nou, ik dacht aan iets korts, krachtigs en recht voor z'n raap. Ja, moet je doen. Zoiets als de directeur van Colbon projectontwikkelaarsbedrijf is een vuile, vieze teringleier. Wat vind je ervan? Als ik jou zou ik een extra verfbusje meenemen. Nou, weet jij wat beters? Nee, nog niet, maar ga zitten. Luister, er is een verschil tussen protesteren en vandalisme. Wat jij wilt doen is graffiti. En graffiti is vandalisme! Er zijn mensen die graffiti als een kunstvorm beschouwen. Rick, wat wil je nou? Die repetitieruimte redden? Of wil je een goede recensie in een kunstblad? Alle twee als het kan. Rick, zo'n verfbusje is niks. Dat is helemaal uit. Ja, jij hebt jaren moeten lachen, hè, om mij met dat gedemonstreer. Maar ik ben toevallig hartstikke ervaren daarin, hè. Ik ben een pro in het protesteren. Dus luister maar goed naar je zuster. Oh, shoot. Oké, luister. Het is dus heel eenvoudig, hè. Om een demonstratie effectief te laten zijn, moet de demonstrant een persoonlijk element introduceren, hè. Hij moet laten zien dat hij niet bang is om iets op te offeren of iets te verwerven of zo. Zoals bijvoorbeeld de Greenpeace. Ik bedoel, die mensen die varen ook met zo'n rubberen bootje door die walvisvaarders heen. Zoiets moet je ook doen. Jij wil dat ik in een rubberbootje rond het repetitiegebouw ga cirkelen. Ik weet niet hoor, maar dat lijkt me niet zo zinvol. Rick, je moet je hersens laten werken. Dan begrijp je misschien wat ik bedoel. Rick Bol moet uitstralen dat hij voor iets staat en dat hij er bereid is er alles voor op te offeren. Weet je wat jij nodig hebt? Ik heb het. Ik heb het, Rick. Briljant. Zo. Pa, ik ben nog even niet klaar. Oh, ik dacht dat je wel klaar was, sorry. Je lijkt wel een wegrest van zeg. Wat markeert jij vanochtend? Nou, het is vandaag sinds 3 weken dat ik het huis helemaal voor mezelf alleen heb. En daar wil ik met volle teugen van genieten. Dus alsjeblieft, jongens, opschieten en wegwezen. Ja. Hey, opa, ik dacht dat jij gisteren al boodschappen had gedaan. Dat had ik ook gedaan, maar met die twee veel vraten van jou moet ik nog een keer. Oh, neem nog gelijk hondenvoer mee. Dat heb ik besteld. Dat komt zo meteen worden de vrachtwagen gestart. Jij moet vandaag de auto van Simone nemen, want jouw auto ga ik onder handen nemen. Nee, helemaal niet. Ja. Ik heb mijn auto zelf nodig. Ik heb een afspraak in de stad. Jij zet geen stap in de richting van mijn auto. Oké, moet je het zelf maar weten. Scheelt je zo 300-400 pietermannen? Tenzij je mijn toestemming hebt die ik je hierbij geef. Juist, ja. Ja. Simone, je kan toch wel een taxi nemen? Pap, nee. Dat wil ik niet. Wacht. Ik sta nu even te organiseren. Ik neem dus jou en Anna mee naar de stad. En Rick, want ik zou Rick helpen met zijn demonstratie. Goed, dan neem ik jou en Rick mee. En de honden, want ik zou de honden ook nog gaan uitlaten. Nee!
Niet de honden! Wou je die alleen thuis laten met douche, terwijl de vrachtauto met eten nog niet is gekomen? Ja, maar... Nee, pap, niks te ja, maar laat mij het nou eens even regelen. Hè? Ik ben al jaren getrouwd met een diplomaat. Dus dan zal ik jullie eens even laten zien welke diplomatieke gaven ik heb overgenomen van hem. Dit is wat we gaan doen. Anna en Rick gaan de honden uitlaten. Daarna brengt opa Henry ons met de honden en de auto naar de stad. Gaat opa Henry verder zelf boodschappen doen met de auto. Anna gaat naar Jeannette om te studeren met de honden. Ik ga met de taxi naar mijn lunchafspraak. Daarna brengt Jeannette Anna weer naar huis. Tenzij dat natuurlijk niet gaat, dan bel je mij. En dan kom ik met de taxi, kom ik jou bij Jeannette weer halen met de honden om naar huis te gaan. Is dat duidelijk? Nee, absoluut niet. Dus ik ga lopen. En ik neem douche mee. Douche, waar ben je? Kom hier. Kom. Jij blijft hier niet thuis met die twee grote heren. Dat is frustrerend. Rick, heb je alles bij je? Ja, ik heb alles. Ja? Ga je dit echt doen? Jij gelooft niet dat ik het durf, hè? Tuurlijk wel. Nee, helemaal niet. Jullie geloven helemaal niet dat ik het meen. Jullie denken dat ik nooit eens serieus kan zijn. Ja, nee. Ik geloof je wel. Je moet je alleen wel realiseren dat het heel frustrerend kan zijn als niet iedereen 1, 2, 3 in je protest meegaat. Maar dan moet je je niet door laten ontmoedigen. Ben je nou wel klaar? Ja. En jij ook? Ja, het kan zijn dat je niet meteen resultaat boekt, hè. Dat kan soms even duren. Ja, het kan soms wel een jaar duren. Krijg je kramp in je kuiten van het dansen rond de meiboom. Heppa. Nee, maar als je de eerste keer maar één demonstrant meekrijgt, dan heb je die dag al je aantal demonstranten verdubbeld. En als je elke dag je demonstranten verdubbelt, heb je na verloop van tijd heb je 2 maal zoveel demonstranten als dat je 2 dagen daarvoor had. Maar 2 dagen daarvoor was ik toch nog niet aan het demonstreren? Nou, precies. Dus vandaag ben je al 1 stem verder dan gisteren. Zeg, wat had jij op je rapport voor hoofdrekenen, Willem? Dit soort Partij van de Arbeid rekenwerk heeft ons de AOW bezorgd. Wat is er tegen de AOW? Oh, nee, absoluut niets. Maar alleen dat die toereikend is voor de generatie die hem bedacht heeft. De generatie die hem nu moet betalen, komt er waarschijnlijk helemaal niet eens meer aan toe. Ja, geen gekibbel. Wat ga je nou eigenlijk precies doen, schat? Nou, het is een demonstratie naar klassiek model. Het is goed uitgedacht, indrukwekkend, maar vooral effectief. En geweldloos, mag ik hopen. Jazeker, het gebouw opblazen doen ze zelf, dus daar ben ik tegen. Nou, dat doet mij deugd om dat te horen. Mag ik even langs, jongen? Ja, kom op, ik ben genoeg. Ja. Gaat u mee? Kom maar. Weet je zeker dat dit werkt? Ja, Rick, ik heb het zelf toch ook zo vaak gedaan, joh. Om de een of andere reden stelt me dat niet gerust. Is het niet beter om mijn armen vrij te houden? Dan kan ik er nog wat gitaar bij spelen. Zeg, Rick, wil jij deze repetitieruimte redden of wil je ze nog een excuus geven om hem voor morgen nog tegen de vlakte te gooien? Nee, wat is er mis met mijn gitaarspel? Hey, deze sleutel moet je trouwens weggooien, hoor. Want anders dan dwingen ze je om jezelf los te maken. Wacht even, hoor. De sleutel weggooien? Rick, maak je geen zorgen. Alleen amateurs gooien die sleutel echt weg. Maar jij zegt dat je hem hebt weggegooid. Ik hou hem bij me en dan kom ik jou over 2 uurtjes bevrijden. Oké? Oh, Oké, je hebt erover nagedacht, hoor. Ja, joh. Ik zei toch dat je op mijn ervaringen kon rekenen? Even losmaken, hè? Ja. Oh, Rick, trouwens, hoor. Die muts die moet af. Zo lijk je echt op een terrorist, hoor. Ja. Nou, doeg! Ja. Nou, doei. Niet vergeten, nee! 2 uur! Nee, ik heb dat niet vergeten, Rick! 2 uur! Ik ben trots op We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome one day. Wil buis met buis? Hij praat met mij. Is Anna bij jullie? Anna? Nee, die is toch bij jou? Ja, nee, ik sta hier dus al een 30 minuten op te wachten. Hé, wat vreemd. Anna is nooit te laat. Nou, dan is vandaag toch echt de eerste keer. Nee, heel vervelend zeg. Waar zou dat kind nou toch kunnen zitten? Wat is er? Ja, nou, ik blijf hier geen uren meer op te staan wachten, hoor. Als ze belt, zeg dan maar dat ik nog een kwartiertje wacht. Maar absoluut niet langer. Ja, dat is goed, ja. Dat zou ik doen, ja. Veel plezier nog, hè. Dag. Wat raar, zeg. Simon staat nu al een 30 minuten op Anna te wachten. Hé, hey, wat gek. Ja, waar kan het kind nou zitten? Ja, weet ik veel, zeg. Als ik denk dat het bloed kruipt waar het niet gaan kan en dat ze nu naast Rick staat te demonstreren. Nee. Niet als ze daarna nog met Jeannette heeft afgesproken.
Ik vind het ik maak me een beetje zorgen. Nou, schen het toch uit, zegt het kind. Loopt niet in 7 sloten tegelijk. Dit is Rotterdam, niet de Bermuda-driehoek. Nee, maar ik heb het rare gevoel, noem het arbeidersinstinct, dat Anna niet is waar ze zou moeten zijn. Ach, kom nou binnen. Ze heeft 2 bloedhonden bij zich. Ja. Niemand haalt er toch in zijn hoofd om iets uit te halen, zeg. Nee, die is oud genoeg om voor zichzelf te zorgen. Ja. Ah, nee, je hebt waarschijnlijk ook gelijk. Ja. Ook. Hè? Ja. Bovendien, ze zou na een paar uur zou ze Rick bevrijden van de... Nou, zie je nou wel. Ja, ja. Ze zijn natuurlijk met vrienden iets gaan drinken om de overwinning te vieren. Ja, zeg, ze heeft die bloedhonden, heeft ze toch wel iets te eten gegeven voordat ze met ze weggingen? Zij, Anna, eet die bloedhonden op als het nodig is, hoor. Maar het zit me toch niet lekker. Busje komt zo, 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 busje komt zo. Tering, hey, kijk eens wie we daar hebben, Ricky Bol. Hey Harry, wat doe jij nou hier? Nou, ik breng een bestelling weg naar dat kantoor daar. Maar dat is oorlog. Oh, nou, het is er een mooi weertje voor. Ja. Hoe staan de zaken? Met mij best. Maar mag ik nou eens een persoonlijke vraag stellen? Waarom staat jij hier nou zo vastgeketend aan dat gebouw daar? Hey, heb jij soms een pervers buitje of zo? Helemaal niet. Oh. Nou, laat mij eens raden. Dat gebouw dat wilde weglopen en toen dacht jij, kom, ik hou het eens tegen. Oké, genoeg gelachen. Nou, kom op, vertellen, anders vertel ik nog eens een andere mop, hoor. Hey. Ik sta te demonstreren, ze willen dit gebouw slopen en daar protesteer ik tegen. Ik sta hier al de hele morgen. Tering, jij staat hier te protesteren en de hele morgen al. Zou je wel honger hebben? Hé, weer soms een patatje. Nou, dat fietst er wel in. Heb je een patatje met? Tuurlijk. Hurry up, die heeft alles. Zo. Alsjeblieft. Oh nee, dat ken ik natuurlijk niet. Ik kan je even helpen. Ja. Zeg, hé. Hoe gaat het nou, dat demonstreren? Nou, voor geen meter. Oh. Mag ik er eentje met mayo? Tuurlijk mag je er eentje met mayo. Alleen het allerbeste voor jou. Nou, lekker. Lekker, hè? Het probleem is dat niemand me serieus neemt. Zo, hoe is dat nou toch mogelijk? Mensen gooien geld in mijn muts. En één iemand vroeg zelfs of ik eventjes op zijn fiets wilde letten. Oh ja, joh. En hoeveel heb je dan gekregen? Tering, hey. Oh, this is cute. Hey, say, honey, now that is typical Dutch. Why don't I take a photo of you? Hey. Come on. Cheese. This is a serious protest. Thank you, son. Thank you, son. Come. Thanks. Bye. Zie je nou wat ik bedoel? Wat sta je nou te lachen? Dit is helemaal niet leuk. Heeft iemand jou dan gezegd dat protesteren leuk is dan? Joh, hou daar nou toch mee op. Ik zou wel willen, maar dat kan niet, want Anna zou me na 2 uur komen bevrijden en ze is er nog steeds niet. Zo, bof jij even. Hey, wil je nog een frietje? Nee, ik heb liever dat je me even losmaakt. Ik begrijp echt niet waarom Anna me zo laat zakken. Ja, tering, maar dat is een stukje eerste klas vakwerk. Dat krijg ik zonder sleuteltje echt niet open, hoor. Het spijt mij, de mazzel. Hè? Oké. Harry, nee, wacht even. Ja, heb jij niet zo'n tang waar je vroeger fietssloten mee openknipte? Hou, dat zijn de woorden van je opa Harry, jongen. Ik zou je heel gedijst houden, anders kan ik echt helemaal niks voor jou doen. Hé, zo kijken. Hè? Help me if you can, I'm feeling down. And I need to get my feet back on the ground. Dat was weer een golden oldie van Rick Bol. Heeft er nog iemand verzoekjes? Ik doe verzoekjes! Hallo Jeanette, met Henri Buijs, je weet wel, mag ik Anna even? Niet? Ja, ze had er al een uur geleden bij moeten zijn. Oh, nou nee, hier is ze niet, we zijn er kwijt en daarom bel ik jou. Zo! Dat vind jij normaal, als iemand een uur te laat is? Ja. Nou, in ieder geval, als je er ziet, vraag of ze zo snel mogelijk even naar huis belt, wil je? Ja, goed hoor. Doei. Weet je al wat? Ongelooflijk, die jeugd van tegenwoordig. Ja. Je kan alleen de schuld aan de ouders geven. Hè? Die zijn in de 60's blijven hangen, weet je wel? Van alles mag, weet je wel. Hè? En dat zit nou in de genen van die kinderen. Dus bij haar is ze ook niet? Nee.
hè? Poeh. Heb jij Anna bij je? Anna. Dankzij haar was ik dus een uur te laat op mijn lunchafspraak. Ik zou graag een hartig woordje met die jonge dame wisselen. Waar kan ik haar vinden? Trek een nummertje. We zijn allemaal naar haar op zoek. Hey, stop eens. Zou je even aan mijn neus willen krabben? Ja, dag. Alsjeblieft. Oké, als je je handen maar thuis houdt. Ja, ik kan me toch niet bewegen? Grapje. Lekker? Waanzinnig. Nou, je bent ook gauw tevreden. Waarom doe je dit eigenlijk? Ik sta te demonstreren. Waarvoor? Ja, een of andere projectontwikkelaar heeft dit pand opgekocht en die wil het nu slopen, de klootzak. Nou in. Een teringstreek is het. Deze plek is uniek in de muziekhistorie van Nederland. Doe maar, heeft hij nog gerepeteerd. Doe maar. Dat was toch een popgroep? Doen die nog wat? Nee, maar daar gaat het niet om. Wij laten onze muziek niet afpakken door die geldwolven van projectontwikkelaars. Nou, ik vind je best flink hoor. Hier, voor het goede doel. Dat was toch ook een popgroep? Doen die nog wat? Nee, maar daar gaat het niet om. Doei! Hallo, hey, daar ben ik al. Hier zo. Waarom duurde dat zo lang? Ja, Nicole, die ging er nagels nog knippen. Nou goed. Ja, eens even kijken. Schiet alsjeblieft op, ik kan er niet meer tegen. Ja, rustig. Nou, eens even kijken. Hier zo, deze of deze. Kijk je een beetje uit? Joh, kun jij er nou schelen, joh? Als ik verkeerd knip, dan zing je met een heel hoog stemmetje. Nou, oké, daar gaat hij dan. Ik begrijp er helemaal niks meer van. Nee. Greg! Oh! Wat doe jij hier nou? Ik woon hier. Waar is Anna? Heb jij er niet bij je dan? Nee, natuurlijk niet. Waar is die muts? Ze zou me na 2 uur vrij komen maken en ik heb de hele dag aan dat gebouw vastgezeten. Als Harry er niet geweest was... Nee, die gozer heeft echt een hele moeilijke dag gehad, hoor. Ik vind het echt een rotstreek van Anna dat ze me zo heeft laten zakken. Ja, maar daar gaat het toch niet om? Nee, ze heeft ons allemaal laten zakken. Ze heeft Jeannette laten zakken, mij laten zakken. Nee, jongens, er is iets gebeurd. Ik maak me nu echt hele grote zorgen, hoor. Ja, ik ook, ja. En ik dan? Wie heeft zich zorgen om mij gemaakt? Dat was toch helemaal niet nodig? We wisten toch waar jij was? Ja, want jij kon niet weg. Godverdorie. Wat zie je eruit? Anna, ik was zo ongerust. Ik niet, hartelijk bedankt. Ik was helemaal in Vlaardingen. Hè? Vlaardingen? Ja, wat moet je nou in Vlaardingen? Ja, daar wonen die stomme rothonden. Opa, je hebt gelijk hoor, ze weten precies waar ze wonen. Ik kan ze niet meer houden. Huh? Ja, sorry Anne. Wil je zeggen dat die honden jou helemaal van hier tot aan Vlaardingen hebben voortgesleept? Ha. Dat is helemaal niet leuk. Nou, een beetje heb je wel. Misschien nog iets tegen mij te zeggen? Sorry of zo, ik noem maar wat. Helemaal vergeten. Oh, sorry Rick, sorry. Hoe is het gegaan? Nou ja, wel goed. Morgen gaan we met z'n allen, de hele band doet mee. Hey! Fantastisch, Rick! Goed. Zomaar 4 man erbij, dat is 400% winst. In 1 dag, dat is gigantisch. Ja, ja. Aardig succes, jongen. Zie dat het werkt, nu zijn ze wel solidair. Solidair? Ja, ja, ja. Kom op, ze gaan alleen maar mee omdat ik in mijn eentje al 145 gulden heb verdiend. Zonder handen. Ja, joh, dat demonstreren is een eindeloze baan. Ik ga morgen ook mee. Maar jij speelt toch geen muziekinstrument? Nee, maar ik word wel jullie manager voor 25%, hè? Oh, ja.